naam is Cor Nijenhuis. Ik ben bestuurslid van de Historisch Kring Huissen. En ook een beetje coördinator van de sectie archeologie. We zijn hier bezig met het restaureren van een gedeelte van de Arnhemse Poort. De stadspoort, waar ook de straat naar genoemd is. Het gedeelte wat we nu aan het restaureren zijn, is ongeveer 500 jaar oud. En dat is ooit in 1981 tevoorschijn gekomen met de aanleg van de tunnel, de fietstunnel. En er is eigenlijk 40 jaar na de hand is er eigenlijk niets aan gebeurd. De fragmenten zijn nu Rijksmonument, maar bij de gemeente hebben ze het heel lang niet in beeld gehad. En daarbij kwam ook nog een keer dat de fragmenten die 40 jaar lang zichtbaar zijn geweest, die waren ook overwoekerd door allerlei groen. Dus ik heb mensen gesproken die al 20 jaar, meer dan 20 jaar in Huissen wonen en die zeggen van, oh, ik wist niet eens dat er muurwerken zaten. Dat proberen we nu weer zichtbaar te maken. We restaureren de muur. Met behulp van de gemeente die daar de gelden voor beschikbaar stelt, restaureren we de muur. Die muren worden straks aangelicht en er komen panelen bij te staan voor wat het voorstelt en welke delen van de muren dus weer terugkomen in de reconstructie. Voor de restauratie gebruiken we zoveel mogelijk de oude stenen, de oude kloostermoppen. Maar het is niet mogelijk om alles te restaureren met oude kloostermoppen, omdat heel veel van die kloostermoppen stuk zijn, vaak kapotgevroren in de winter. En we hebben dus kloostermoppen bij laten maken in een steenfabriek in Randwijk. Die bakt nog de kloostermoppen op de ouderwetse manier.